Mevrouw Asawini, ja, hoe gaat het met u? Gaat goed. Ja. U heeft besloten om persoonlijk of zelf te vertrekken? Ik moet vertrekken. Ja. Maar waarom? Mensen vinden het jammer, ze zeggen, geeft u de strijd op? Nee. Hoe gaat het dan verder? Hoe gaat het met u? Hoe gaat het? Ik moet snel doen, man. Bent u goed behandeld al die tijd? We horen nog van mij. Welke kant moeten wij op? We horen nog van u. Ja. Goed. Had u het moeilijk, zwaar? U bent strijdvaardig. Dat geloven we ook. Ja, zo zeker. En ik geef nu op? Nee. Er is u onrecht aangedaan? Die vraag moet je aan die autoriteiten stellen. Maar we hebben begrepen dat de vicepresident u heeft bezocht. Is dat zo? Brigitta Edenburg. De vrouw die over de Nederlandse nationaliteit beschikt, is op zondag 4 juni vrijwillig uit Suriname vertrokken. Dit nadat ze aanvankelijk via Frans-Guyana uitgezet zou worden. Laat mij ook aangeven ten aanzien van de manier van uitzetting via Frans-Guyana. Er is advies gevraagd bij de Vreemdelingendienst en het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van uitreizen, afgeven van een noodpaspoort. En het advies is dat het kan. Vervolgens heeft de Vreemdelingendienst, het hoofd van de Vreemdelingendienst, waarnemend hoofd van de Vreemdelingendienst, heeft geschreven naar CBB voor dat paspoort. En dat paspoort is verstrekt. Er is wel contact geweest met de Nederlandse consul, het consulaat. Kijk, ik weet bijvoorbeeld van mijn tijd bij de politie, wanneer iemand met een buitenlandse nationaliteit wordt aangehouden, dat de politie die melding doet aan het consulaat. Niet dat het via buitenlandse zaken moet gaan en dergelijke. Ik weet niet als de procedures ondertussen zijn veranderd. Maar toen nog kon er direct contact worden opgenomen met het consulaat. En het consulaat kwam in. In dit geval heeft dus de Vreemdelingendienst het consulaat benaderd van deze mevrouw. Vestigingsbeschikking ingetrokken. Kunnen we een noodpaspoort bekomen van u. Het zou zijn dat het consulaat daarop zou reageren. Zij hebben toegezegd dat ze zouden nagaan. Volgens mij op 29 of 30 mei zouden ze langs gaan om dat te doen. Het is niet gebeurd. En voor mij, vanwege alle onrust die er was ontstaan door de in vreemdelingenbewaring nemen van mevrouw Edenburg, heb ik gezegd van nee, we moeten deze mevrouw zo snel mogelijk uitzetten. Vandaar dat is gekozen voor de manier hoe het is gegaan. Laat mij ook aangeven dat er een rechtszaak is geweest en de rechter is niet gevallen over de wijze van uitzetting van mevrouw Edenburg. De rechter heeft gevraagd: heeft die mevrouw tijdens de inbewaringperiode ruimte gehad om bijvoorbeeld in beroep te gaan bij de president, de kortgedirecteur te ageren en zo? En de advocaten hebben aangegeven, ja, we hebben wel ruimte gehad om dat te doen. Dus het feit dat de mevrouw op deze manier is uitgezet, is niet... Tenminste, de rechter heeft het niet aangehaald als een punt van discussie en dergelijke. Dus hier moet er wel duidelijkheid daarover zijn van... jammer zou ik nu zeggen dat de zaak niet verder is gegaan. Want al deze vragen die nu circuleren... ze konden beantwoord zijn geworden ter rechtzetting. Het is een hele heftige periode geweest. Wij als familie hebben heel hard gewerkt om haar te achterhalen, ook waar ze was al die tijd. Er is heel veel onrecht geweest in de tussentijd. Ik denk dat iedereen, alle Surinamers en ook alle diaspora die in Nederland zijn, goed op moeten letten voortaan. Ik denk dat we allemaal hebben beseft in wat voor een regeringsperiode wij nu leven. Voor de familie, hoe was het de afgelopen dagen? U weet niet waar uw moeder is. Mm-hmm. Hoe is het geweest?
Ja, zoals ik zei, het was een vreselijke periode. Het was strijden. We zijn allemaal verdrietig geweest. We zijn ongerust geweest. We zijn gewoon blij dat we haar tenminste nog in levende lijven aan hebben kunnen treffen. En dat we weten dat het toch goed met haar gaat. Dat ze leeft. Heeft ze misschien verteld hoe de periode was in Frans-Guyana en dat alles? Ik denk dat een ieder zich voor kan stellen hoe het is om 5 dagen lang in een onbekend land te zijn met 2 onbekende politieagenten, niet wetende wat er te doen staat, niet wetende wat het plan is. Laat mij ook aangeven dat mevrouw Edenburg, het haar leven is op geen enkel moment in bedreigd. Ze is niet ontvoerd door de Surinaamse politie. We waren bezig met de uitzettingsprocedure. Uit veiligheidsoverweging van de politiemannen, maar meer nog van mevrouw Edenburg zelf, is er geen rukbaarheid gegeven aan de manier hoe zaken zijn verlopen. En er zijn tal van andere zaken gezegd. Maar ik heb eigenlijk alles chronologisch aangegeven. Als ik bijvoorbeeld zou mij de vraag gesteld zou worden van is de territoriale integriteit en rechtsorde van Frans-Guyana, Frankrijk in dit geval aangetast? Ik zou zeggen nee. Afgelopen dinsdag, 6 juni, heb ik nog besprekingen gevoerd met de Franse ambassadeur en met de Guyanese ambassadeur om over veiligheidsbesprekingen af te afspraken te maken. En in tegendeel zou ik zeggen dat de Surinaamse rechtsorde, weet je, onze rechtsstaat is wel aangetast door de, bedreigd ook door de activiteiten van mevrouw Edenburg. En ik heb ook die opbouw gegeven van bijvoorbeeld afscheiden, dan wel demarkeren van het samengrondgebied middels een bord. 2, instellen van het volkstribunaal waar indringers bereikt zullen worden. Dat voicebereik is er ook. De oproep aan de bevolking voor aansluiting tot een militaire groep die militaire training zal ondergaan om het Samaka-grondgebied te beveiligen. En als laatste de intimidatie en bedreiging van ondernemers in het Brokopondo-gebied. Ik wil de Surinaamse gemeenschap bedanken voor de steun en voor de kracht en de allerhoogste bovenal. En ik wil de Surinaamse gemeenschap zeggen, don't give up, maar keep on the good fight. Kwam ya Sherala! Kwam ya Sherala! Dat was dus mevrouw Edenburg. Mevrouw Asawini gaat nu richting de immigration om op de vlucht richting Amsterdam het grondgebied van Suriname te verlaten.